Laatste video. Laatste video van het jaar. Laatste video van deze kleine miniserie. En dan... normaal gezien is hij niet zo lang als die van gisteren. Maar ja... Oep! Oh my fucking god. Ja. Technologie. Moet ik op mijn to-do-lijst schrijven voor volgend jaar. Een nieuwe... Hoe heet dat ook alweer? Zo'n dingen om je camera vast te houden. En andere die niet meer voortdurend wegleidt. Wacht, hè. Ik ga eventjes... Oeps. Mijn glas er tegen zetten. En ik denk dat het gewoon ook te maken heeft dat die één... zo'n driepotige ding. En dat ene is iets glijdt gemakkelijker weg dan de andere. Dus nu zorgt water voor meer stabiliteit. En ook bij veel is dat ook zo. Als je... je wil grondig wel reinigen, is water een hele goede om dat te gaan doen. Maar vandaag gaat het dus over die sleutels naar vrijheid. Eerst en vooral een hele dikke proficiat, want misschien besef je het nog niet goed, maar je hebt al heel wat werk verricht de afgelopen 2 dagen en door die 2 video's te bekijken. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, stop dan deze video alsjeblieft en ga eerst naar de andere 2 video's gaan kijken, want... zo haal je het meeste uit deze kleine videoserie. Want dat is eigenlijk, laten we zeggen, een soort van mini-transformatiesessie en healing dat we hier gedaan hebben of gaan doen of mee bezig zijn. Nu, in ieder geval, in deze video ga ik je dus meer vertellen over die sleutels naar vrijheid. En je weet al dat je onder de ballast van allerlei gedachten en overtuiging eigenlijk jouw werkelijke jij zal terugvinden. Wat dat betekent als je die allemaal weg bent, doet... Dat uitzuivert dat je je ware essentie gaat ontdekken. En je weet ook al dat je jezelf kan saboteren in het terugkeren naar de blauwdruk. Zodanig dat hoe meer dat je wilt gaan leven vanuit je authentieke jij, je meer, nog veel meer moet gaan uitzuiveren en gaan transformeren. Maar dat bespraken we dus in die vorige 2 video's. Ik weet dat het heel snel gaat, maar... Dit is echt gewoon bedoeld als een basis om je een aantal inzichten te geven, om je een aantal ideeën te geven van hoe dat het is om bijvoorbeeld in transformatiesessies met mij te werken, in het traject met mij samen te werken. Want tenslotte, als je dat allemaal weet, dan is het ondertussen ook wel duidelijk geworden dat je weet waarom dat belangrijk is om te weten wie dat je bent. Want als je niet weet wie je werkelijk bent, dan gaat dat ook zich uiten in jouw gedrag en dus in jouw leven. Waarom uit zich dat? Eigenlijk omwille van 2 redenen. En ik word constant afgeleid door WhatsApp-berichten hier, maar ze gaan moeten even wachten. Jullie zijn nu eventjes belangrijker. Dus 2 redenen. Enerzijds het onveilig voelen. Dus als jij niet weet wie je bent... Als je niet weet waar je voor staat, als je niet genoeg vertrouwen in jezelf hebt, dan ga je jezelf heel snel onveilig gaan voelen. En dan ga je misschien jezelf gaan isoleren, of het omgekeerde, dan ga je jezelf gaan verliezen in verslavingen, ander destructief gedrag, gewoon in het afhankelijk zijn van anderen, of wat dan ook. Dus het onveilig voelen, het veilig voelen in jezelf, is heel belangrijk. Maar hoe is dat dan, veilig voelen in jezelf, als je niet weet wie dat is? Die zelf. Dus daarom is dat belangrijk. Een 2e reden is, wanneer je altijd geeft aan anderen, als je altijd beschikbaar staat voor anderen, zonder iets voor terug te ontvangen, dan is er eigenlijk ook geen ruimte om te ontvangen. Als je constant geeft, constant je energie naar buiten stuurt, maak je ook geen ruimte om dingen naar je toe te laten komen, om dingen aan te trekken. En het gevaar is dan dat je dan gaat gaan denken dat er eigenlijk niemand is voor jou wanneer je ze nodig hebt. Of dat jij hierdoor je niet ondersteund voelt. Of dat je misschien zelfs denkt dat iemand van je houdt. Maar eigenlijk moet je jezelf de vraag stellen, is dat wel zo? Geef je wel de kans dat iemand toont dat ze van je houden? Zonder er allerlei verwachtingen en wat dan ook erom geen weer melk te gaan plaatsen. Want dat heeft ook weer te maken met afhankelijkheid en een verslavende gedrag eraan. Geef je anderen de kans om er gewoon te zijn voor jou? Zonder... extra voorwaarden. En dan gaat het weer over die onvoorwaardelijke liefde. Dat gaat niet over onvoorwaardelijke liefde ten aanzien van de liefdespartner. Ja, ook, maar niet alleen. Het is veel ruimer.
En om dus uit die negatieve spiraal te komen en dus eigenlijk los te komen van die copingmechanismes, want daar gaat 2022 ook veel meer weer om gaan, kan je gebruik maken van de drie A's. Ik moet zeggen, de drie A's gaat over Engelstalige woorden. Waarom? Omdat ik dan drie A's heb. Maar ik ga ze ook vertalen voor iemand die niet zo Engels-minded aangelegd is. De drie A's, dat gaat over awareness, acknowledgement en acceptance. Of andere woorden, bewustwording, erkenning en aanvaarding. Nu, wanneer je vastzit, overloop je de drie A's, onderneem je actie en dan kan je eigenlijk weer verder met je leven. Want dat, die drie A's, die zijn de sleutels naar jouw vrijheid. Het eerste, awareness, dat is bewustwording. Door bewust te worden wie jij bent, door bewust te worden van jezelf, kan je beter en gemakkelijker zelfliefde toelaten. En je weet uit de vorige video dat zelfliefde een heel belangrijk punt is. Want om vanuit liefde voor jezelf te worden wie jij bent, is het belangrijk om bewust te worden over beperkende gedachten, over de laagtrillende emoties. Dus dat bewust worden, dat inzicht krijgen, is de eerste stap naar healing. En je kan geen dingen healen of niet volledig healen wanneer dat je niet volledig inzicht hebt daarover, wanneer je er niet volledig bewust over bent. Dat is iets wat ik vaak ook moet uitleggen aan klanten. Soms kunnen dingen onmiddellijk getransformeerd worden, omdat er voldoende ervaring en voldoende bewustzijn over is. Soms is er nog een stukje die nog moet eerst verder ervaren worden, nog verder moet bewust worden, om dan te kunnen transformeren. De tweede A, acknowledgement of erkenning. En dat is eigenlijk de volgende stap of een andere stap naar healing en genezen, is doordat je weet wie jij bent, weten wat er aan de hand is, begrijpen wat je lichaam je toont. En dan, dat doe je eigenlijk door je gedachten, die overtuiging en gedrag te gaan observeren. Maar niet alleen observeren, we gaan een stapje verder. We gaan ze gaan erkennen. Erkennen door ze er te laten zijn. We gaan er geen oordeel over velgen, want dan zijn we weer de andere kant op, zitten we weer in die negatieve spiraal. We gaan ze er gewoon te laten zijn. En door ze te laten zijn, dan kan je ze omarmen in liefde en licht. Door ze licht te geven, herken je ze en kan je ze loslaten. We gaan ze niet wegduwen in ons lichaam, maar we gaan ze loslaten. Want je hebt ze niet meer nodig. Als je een boodschap, als je de boodschap ervan hebt begrepen, dan heb je ze niet meer nodig. Als je ziet waar dat jouw destructieve en negatieve patroon zat, dan zijn die lastige emoties ook niet meer nodig. Want dan hoeven ze je ook niks meer te vertellen. Dan is er niks meer, geen boodschap die eraan verbonden is. Dus dat moment, zie hoe dat werkt? Door het bewust te worden, door het te erkennen, gaat het automatisch eigenlijk gewoon getransformeerd en getransmuteerd worden. En een derde is acceptance. Acceptance of aanvaarding. De laatste stap is aanvaarding. Dus nadat je het bewust geworden bent, nadat je het erkend hebt, dan moet je het ook aanvaarden. En door te aanvaarden wie dat je bent, wat dat je meegemaakt hebt, wat dat er gebeurd is, wat het door jou getoond wordt, welk patroon dat je als waarheid hebt aangenomen. Dus door je positieve en je negatieve kant te aanvaarden, zal je weer kunnen groeien. Door te aanvaarden wat je bent, zal je beter worden. En dat is eigenlijk het groeien naar dat eenheidsbewustzijn. Je kan niet één of je volledig healen of je heel worden als je gewoon een belangrijk deel van jezelf ontkent of zelfs wegduwt. Dus kortom, word bewust, dat is stap 1. Erken, stap 2. En aanvaard, stap 3. Dat zijn de drie belangrijkste, de drie A's. En vervolgens kan je dan eigenlijk gepaste actie gaan ondernemen. Want dan kan je weer gaan kijken van, gewoon eigenlijk weer verder gaan met je leven. Mijn leven leiden op jonge manier. Dingen op een andere manier gaan aanpakken, andere keuzes maken. Afgestemde actie ondernemen. En vandaag heb ik natuurlijk ook een opdracht die er aan gekoppeld is. Dus vandaag mag je opschrijven wat dat er eigenlijk mis is. Waar loop jij nu nog tegenaan vooral? En dan ga je per ding dat je opgeschreven hebt, de drie A's overlopen, ga je bij jezelf gaan voelen van of dat mogelijk is om dat te aanvaarden, en want bewust worden heb je dan door op te schrijven. Dan dus voel je van, kan ik dit erkennen, kan ik dit aanvaarden? En vaak is dat voldoende om dingen te transformeren. Kijk of dat oké voor jou aanvoelt. Of dat je er eigenlijk vrede mee kan nemen.
Of is er nog iets onderliggends dat aangekeken mag worden? Vaak is het ook zo, en dat heb ik meermaals gemerkt ook in sessies met klanten, ook wanneer dat het andere zaken betrekking heeft op andere mensen, bedoel ik dan, en waar dat we ons vaak in de steek gelaten hebben gevoeld, of waar dat we ons als slachtoffer hebben gevoeld, is dat het lastig is of moeilijk is om dat inderdaad al te aanvaarden. We kunnen het wel bewust worden, we kunnen het herkennen dat er is, maar dat stukje aanvaarding is nog wel lastiger, is nog wel moeilijker. Omdat we dan het gevoel hebben dat we die anderen vergeven en dat ze het dan opnieuw weer kunnen doen. Maar daar gaat het nooit over. Het gaat over wanneer je iemand dan vergeeft en dus aanvaardt, dat je eigenlijk de negatieve lading die ermee verbonden is, gaat gaan transmuteren, gaan neutraliseren, zodanig dat je jou niet langer beperkt om gewoon je leven verder vorm te geven zoals jij het wilt. Maar sowieso, ook hier, geef jezelf de tijd om dit te integreren in je leven. Want je weet het of niet, nieuwe gewoontes moeten minstens 8 weken eigenlijk gewoon elke dag gaan doen, vooraleer dat ze een automatisme worden. Dus het is maar dat je het weet. En dat is ook een van de redenen waarom ik graag samenwerk met mensen in de trajecten. Want dan gaan we echt gewoon samen doorheen die diepe transformatieperiode. En ben ik er op momenten dat ze gaan twijfelen, dat ze niet voldoende dat zelfvertrouwen in zichzelf hebben, dat ze niet voldoende liefde aan zichzelf kunnen geven, dat ze niet voldoende respect voor zichzelf hebben. Dan ben ik om dat stukje terug te spelen en om dat stukje voor hen nog in te vullen, totdat ze voldoende krachtig zijn om het voor zichzelf gaan in te vullen. En dat is zo magisch om te zien hoe dat het allemaal gebeurt. Hoe dat eigenlijk, welke zielsgroei dat voor die mensen teweeg brengt. Want uiteindelijk zielsgroei is niet 8 weken en dat het klaar is. Nee, het is een voortdurend proces. Maar het wordt iets gemakkelijker naarmate dat je het eigenlijk al langer doet. Gewoon omdat je meer ervaring hebt in je rugzak. En vanuit die ervaring kan je dat putten voor dat zelfvertrouwen. Kan je putten voor die zelfliefde. Want je weet van, inderdaad, in het verleden heb ik dat gedaan. En dus dat gaat mij dan ook nu weer verder helpen. En op dat moment word je dan eigenlijk een meester-creator die voortdurend zijn eigen energie zuivert om een ware magneet te worden voor wensen, voor jouw wensen. En dat is pure manifestatie. Dus ik zou zeggen, heel veel succes. Ik wens je een fantastisch einde jaar. Ik ga je sowieso weer opnieuw zien in 2022. Ik was bijna gemist. 2022. Zoals je weet stonden er nog leuke dingen op mijn programma voor 2022. Nieuwe leuke ideeën. En wie weet wat er nog allemaal binnen mag komen. Of waar ik toe geleid word. Maar dus als je nog meer van mij wilt leren. Of als je aan jezelf wilt werken. Dan check dan zeker de linkjes hieronder de video. En ga naar de website www.schoolvooressentie.be. Er zijn genoeg trajecten die je op elk moment kan starten op jouw eigen tempo, van thuis uit. Wat dat super gemakkelijk is, want je kan het gewoon op je eigen ritme gaan volgen. Zelfs ook het groepstraject kan je gewoon vandaag beginnen en dan aansluiten met de live sessies in april of in oktober. Wanneer dat jij het past, wanneer het voor jou oké voelt. En dat hoeft dan ook zelfs ook dan nog niet. Het is niet om je direct volgt dat je verplicht bent om daar mee te doen. Dus echt volledig, jij staat aan het stuur van jouw schip. Jij bent de kapitein van jouw leven. En dat is ook het eerste en belangrijkste dat ik altijd zeg met iemand die met mij samenwerkt. Ik loop gewoon eventjes mee. Ik toon jou de weg. Ik leer je een aantal skills, een aantal vaardigheden, geef je een aantal inzichten. Maar uiteindelijk is het jij die het werk doet. En weet dat ik sowieso van jullie allemaal superveel hou. Want dat is eigenlijk de enige reden waarom ik doe wat ik doe en waarom dat ik het blijf doen. Dus veel liefs, heel veel liefde, heel veel kussen, heel veel dikke knuffels. En tot in 2022 met een nieuwe reeks aan video's. Waar ik nog niet weet waar dat allemaal over gaat gaan, maar dat zien we dan wel weer. En dat sluit ik heel graag dit jaar af met het volgende. Dat ik geleerd heb van mijn Arcturische sterrenfamilie. Dat is, mogen alle mogelijkheden voor je open zijn in dit nieuwe jaar. Dag.